Ja, jullie hebben het natuurlijk allemaal gevolgd ook, neem ik aan, dat hele verhaal over de turnen. Tja, wat een verhaal zeg. Dat je gaat zitten fluitketelen echt voor een hele lange tijd. Oi, oi, oi. Alles en iedereen heeft het nu. In ieder geval, kijk, die meiden, dat is gewoon zo verschrikkelijk zielig. Daar heb ik nou zo'n enorm medelijden mee, met die meiden. Tjonge, jongen, wat hebben die gasten, want dat zijn die coaches, die, wat turntuig zeg maar, dat is het en niet anders, die hebben gewoon, en wat zijn dat voor een stelletje lafaards zeg, die durven dus een grote bek op te zetten tegen een meisje van zeven. Hé, hey. Wat zijn we stoer zeg. Jongen, jongen, jongen. En die gaan we dus dan negeren en intimideren. En die gaan we kleineren en die gaan we uitschelden. En die gaan we slaan en schoppen. En nou, die gasten, dat turntuig. Nou, die moeten gewoon helemaal weg en helemaal nooit meer terug in die sport. Wat een aanfluiting zeg. En nogmaals, hoe durf je? Hey. Stelletje scheidhuizen, ja. Nou, dan moet je bij ons in het voetbal komen. Doe het dan eens. Durf dat nou eens een keer. Kom in het voetbal en ga daar dan al die halve garen praktijken eens doen. Probeer het eens. Hè? Doe het eens. Je krijgt gelijk, bam, hup, vol op je muil. Ga toch weg, man. Gadverdamme nog aan toe. Maar los van dat alles. De grote schuldigen, daar komt hij, hè, die gaan vrij uit. Ja, daar lezen we niks over. Daar horen we niks over. En dat zijn die irritante, vervelende ouders die erachter zitten. Achter die meisjes. Want die hebben natuurlijk. In elke sport zitten ze. Die vervelende ouders. Die ook zo nodig. Oh, die ruiken iets van roem. Of wat dan ook en bekend. En oh, en die staan die kinderen maar. Te duwen en te pushen en te doen. En het is werkelijk zum kotsen is dat. Die ouders, die zie je soms bij het voetbal. Niet te harde. Ze zitten bij het tennis. Ze zitten bij het kunstrijden. Ze zitten bij het paardrijden. Daar zitten ze allemaal. Die hele vervelende ouders. En die mensen, die gaan dus vrij uit. Want die hebben dat heus wel geweten. Die hebben exact geweten wat zich daar afspeelde in al die turnzalen en die turnhallen. Ja, natuurlijk. En die hebben gewoon al die jaren en al die tijd weggekeken. Gewoon, wij weten nergens van. Nee, want wij zijn met onze dochter onderweg naar de eeuwige roem. Dat doe ik tegen die ouders. En die moeten ze aanpakken. Die moeten ze grijpen. Dat turntuig, die krijgt ze straffen zelf wel. Maar die ouders. Bleh.